In deze video ga je zelf een ontwerpschabloon maken. Klik in het lint Beeld, Modelweergave op de knop Diamodel. Selecteer het diamodel door erop te klikken. Klik op de knop Achtergrond stijlen en kies Stijl 2. Versmal de tijdelijke aanduiding van de titel, zodat je ervoor een pijl kan invoegen. Klik in het lint Invoegen vormen en voeg de blokpijl pijl rechts in, vlak voor de tijdelijke aanduiding van de titel. Selecteer de tijdelijke aanduidingen van de datum, de voettekst en het dia-nummer en klik op de knop vet. Klik in het Lint dia-model sluiten of de knop modelweergave sluiten. Klik in het lint Invoegen Tekst op de knop Koptekst en Voettekst. Vink zowel datum en tijd, automatisch bijwerken, dia-nummer en voettekst aan. Typ als voettekst VDAB. Vink Niet weergeven op titeldia aan. Klik op Overal toepassen. Selecteer de dia in het overzicht en druk op Delete. Klik bij Bestand op de knop Opslaan en klik op Bladeren. Klik onderaan naast Opslaan als op de lijstpijl en selecteer het bestandstype PowerPoint-schabloon. Selecteer de map waar je je schabloon in wil bewaren, bijvoorbeeld documenten. Typ naast bestandsnaam eigen ontwerp en klik op de knop Opslaan. Sluit het ontwerpschabloon.